Ajax. Hoe groot was de opluchting? Nou, groot natuurlijk, omdat het werd ook eigenlijk wel geëist en verwacht natuurlijk. Iedereen vanaf het begin eigenlijk van het seizoen zegt van dat wordt een makkie. En dat werd het uiteindelijk niet. Dus als dat niet zou gebeuren, dan was dat wel een blamage geweest natuurlijk. Want Ajax heeft de grootste portemonnee, in principe de beste spelers. En als je dat dan niet waarmaakt, dan dat is niet de ambitie wat ze zeg maar hebben uitgesproken. Ja, nu is het eigenlijk wel bekend dat kampioenswedstrijden zijn vaak niet de allermooiste wedstrijden. Nee. Maar dit was wel ook. Ik moet zeggen, ik heb er ook een paar gespeeld. Volgens mij Heracles die werd een andere wedstrijd dat je denkt ja, het is NEC. We hebben een keer gespeeld uit 1-1. We hebben die bal 100.000 keer achter in de achterhoede naar elkaar toe gespeeld. Maar ik moet zeggen, kijk, deze moest gewonnen worden, want je wilde niet aan laten komen tegen Vitesse. Ik moet zeggen, ik heb een energieke elftal gezien gisteren. En een schitterende tweede goal, echt een plaatje. Dus ik denk dat de toeschouwers hebben genoten. Ik moet wel zeggen, ik had niet die de euforie wat je bijvoorbeeld verwacht bij een kampioenschap. Ja. Die was een beetje gelaten. En dat bedoel ik meer terug. Ik was er in 2011 bij. Toen werd zeg maar, de arena omgedoopt tot echt voetbalstadion. Want toen werden ze kampioen. Dat was de derde ster. Na 7 jaar werden ze kampioen. En toen voelde je gewoon de beton trillen. Ja, trillen. En dat had ik dit keer niet. En ik zag wel mensen, ook iedereen met Ajax-shirts aan. Dat is wel altijd bij zo'n kampioenswedstrijd. Dus ook zeg maar, de bobo's, iedereen gewoon. De zakenmensen, allemaal met een Ajax-pakje aan. Maar ik voelde niet die spanning. Het was toch iets minder dan voorheen. Nou, dat kan allemaal te maken hebben natuurlijk met het turbulente seizoen. Want wat voor seizoen, hoe kun je dit omschrijven, Jack? Nou, er is zoveel gebeurd. Ja, het klinkt heel gek, maar het seizoen was ontzettend knap van PSV. Want iedereen dacht dat PSV op grote afstand zou komen van Ajax. En iedereen vond ook eigenlijk, naar aanleiding van de laatste maanden, dat Ajax na de winterstop heel slecht had gevoetbald. Maar heeft 1 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren in de competitie. Mm. Dus zo slecht was het niet. En PSV bleef maar aanhaken. Dus daarom is die race zo ongelooflijk spannend geweest. Want Ajax valt niet zoveel te verwijten. Waar het niet dat ze voor de winterstop ook een paar slordigheden hebben begaan. Maar het werd daardoor een hele spannende en leuke competitie. Wat ik wel vind, en als je dan toch terug gaat kijken naar meneer Schmid, die daar Robert Schmid, de trainer van PSV. Ja, bij PSV, want er zou nou iets geweldigs komen. Er zou een totaal nieuw systeem komen. Ja. Pressing en een hele rattenplan. En dit werd hem. De man heeft er een geweldige klerenbende van gemaakt. Door ook mensen te wisselen, systemen te spelen, waarvan de kerstboom van Ko Adriaans ook bij ADO Den Haag zou zijn omgevallen. Ja. Hij deed vaak maar wat. En dat is jammer, want dit was best een hele goede groep. En PSV heeft eigenlijk 2 jaar verspeeld door hem. Ik vond het echt een slechte coach. Dat is duidelijk. Maar even. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.